Wij zijn overgebracht naar Breindonk en als we daar kwamen, maakten we direct kennis met een andere groep Vlamingen, SS'ers, die ons van de vrachtwagens afklopten. Verzetstrijder Gaston de Wit vertelt over zijn anderhalf jaar hel in concentratiekampen. 16 was hij toen, jonger dan de leerlingen die vandaag in de Senaat naar zijn verhaal luisteren. Het maakt indruk. Je komt het ook te weten van iemand die het echt heeft meegemaakt. En dat komt helemaal anders over eigenlijk. Op die manier krijg je natuurlijk wel het meest authentieke verslag van wat er gebeurd is. Ik vind dat we vooral de jongeren moeten inlichtingen geven wat er kan voorvallen als fascistische groeperingen eens een woordje zouden kunnen meeplaatsen. Hè. De Gestapo, wat heb je dan? Wat is dat? De SS, de Gestapo, ja. En ook op straat in Brussel herinnert er nog veel aan de Tweede Wereldoorlog. De Joodse synagoge bijvoorbeeld, of zelfs het Warandenpark met verwijzingen naar de vrijmetselaars. Naast Joden en Zigeuners toen ook een geviseerde groep. In de kampen en ook in het publiek dragen zij dat op hun om elkaar te herkennen. Nu, wat staat erop? Dat was het bloemetje dat Hitler heel graag had, blijkbaar. Wel, ik vind dat we zeker bewust moeten blijven van het verleden. En op deze manier is dat ook wel anders en leuker. En dat is net de bedoeling van dit project. Jongeren blijven herinneren aan de oorlogsgruwel.